Mooie wandeling. Zeer goed te doen. 2,5 uur. Wat ik mooi vind is oeroude landschap met grote ruimtes en rotsen. En hij liet ons mooie tekeningen zien. Ik vond het zeer de moeite waard. Ik ben Charlie en ik heb een reisbureau dat mensen kennis wil laten maken met het echte Afrika. Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Het heeft veel meer te bieden dan Kaapstad en Kruger. En met mijn ouders als keurmeesters ga ik op zoek naar nieuwe routes. Is Off the Beaten Track Afrika geschikt voor de young hearted? In deze route reizen we af naar de Wild Coast. We zijn weer terug op het vliegveld. We gaan de auto omwisselen. We zijn met 5 man. We zijn goed bepakt. En deze Toyota Avanza die is veel te klein. We krijgen nu een busje. En hopelijk is die wel groot genoeg. Ik heb een nieuwe auto. Let's check it out. Automaatje. Een soort van schoolbus. Een kleine schoolbus. We zijn met 5 man, veel bagage, veel gears in jullie terminologie, dus we hebben gewoon zo'n bus nodig, denk ik. Ik ben benieuwd hoe die rijdt. Hyundai, wel. Self-drives in Zuid-Afrika zijn heel erg gebruikelijk. Je kan heel makkelijk een auto huren, een grote en kleine, lekker door het land rijden. That's the way to go. Gereden. Welkom in de Zuid-Afrikaanse countryside. We zijn in het dorpje Clarence. Veel bezocht door lokaal toerisme, ook voor mensen op doorreis. Het staat bekend om zijn hoeveelheid art galleries. De hoeveelheid plaria die je hier ziet in de winkels is onweerstaanbaar voor mijn moeder. Maar we gaan zo meteen wel door. We gaan namelijk naar een boerderij hier op de countryside. Een heuse farmstay. We gaan naar Beth en Tony. Maar nu eerst even lunchen. We komen hier het terrein oprijden en het staat vol met gnoes. We gaan zo meteen ook een game drive doen, maar dat hadden we niet verwacht in deze farmlands. Kijk, daar is hij, Tony. Mooi toch in zo'n auto. This must be Tony. Yes, it is Tony. Tony Sita. Hi. Another Charles. Another Charles, wel. Tony heeft altijd in mining gewerkt en over de hele wereld gewoond en zit bomvol avontuurlijke verhalen. Sinds hij met pensioen is, runt hij deze game farm. Deze levensgenieter reist ook veel rond, dus ik hoop dat hij je hoogstpersoonlijk kan ontvangen als je langs gaat. Can you give us a little tour, maybe you also you, Ben? Through the house, we want to see what the farm life is about here in Clarence. Mama is een boerendochter, die is ook opgegroeid op het erf. Haar vader was akkerbouwer. Hoe zou je het zeggen, man? Akkerbouwer. Akkerbouwer, ja. Is it normal for farmers here to have a little bit of homegrown wine? Or? No, in the Cape it's very common, okay. But not in the Eastern Free State. No? We have a lot of bees. We try and plant things that have lots of flowers for the bees. Okay, and it's great fun. Yeah. Is it really your business, the farm, or is it more of a hobby thing? No, it's not a money making business. That's not why we do it. But for most of the farmers here, it is, right? 90% it is. Yeah, okay. But not for us. When we bought the farm, from day one, we said we want to share it. With? Whoever, other people. Because we're only here for a few years and then we're gone. Yeah, why? Where are you going? We're going to die. Okay. Everyone dies. How old are you? 65? 63. 63, okay. But everyone dies. So, you know, share it while you can. Yeah. So South African houses, old houses, always have a bar. Can't have a socialise if you haven't got a bar. Wow, like a proper bar. We very seldom as South Africans go to the local pub. Really? You don't? Why not? We might go there with a few people and have a meal or something. But it's not like Europe where you spend a lot of time in a bar. Ah, okay. And I think it's because our houses are very big. Yeah, okay. So we can accommodate lots of people. You have another space. Yeah, so this is this year's. It's made from our apples. Yeah. Okay, and what is the percentage of alcohol? 120. So 60%. What are we drinking on the game? We're drinking on you guys visiting us. Okay. Yeah, Tori, yes. Thank you. And the Eastern Free State. Thanks for having us. Cheers. What are you drinking? Apple liquor. Woo!
wandeling door het gebied. We gaan nu langs de rotswanden waar grotten en tekeningen staan van de San. Dat is de oorspronkelijke bevolking die in dit gebied woonde. De Nederlandse boeren hebben ze de bosjesmannen genoemd. En de boeren hebben hier ook ooit een oorlog gevochten tegen de Britten begin 20e eeuw. Dus het is een gebied vol met geschiedenis. We gaan een deel van zien hier op deze rotswanden. Het is heet. Het is warm. The paint is made from blood and from colored stone that they grind up. Now just out of interest, this is just straightforward water because obviously the rock is used to having water on it. If you put anything else on, then the paint will come off. Sommige van deze muurschilderingen in Zuid-Afrika zijn tienduizenden jaren oud. Bosjesmannen zijn jagers en verzamelaars en zijn nooit vee gaan houden. En merendeel van de tekeningen zijn dan ook afbeeldingen van jagers. Mooie wandeling. Zeer goed te doen. 2,5 uur. Wat ik mooi vind is oeroude landschap met grote ruimtes en rotsen. En hij liet ons mooie tekeningen zien. Ik vond het zeer de moeite waard. De farm staat vol met game. Dat is eigenlijk een kleine safari. Het is een boerderij, dus deze dieren lopen er rond voor het vlees. Kudu, hartebeest of struisvogel. Het kan allemaal op de braai. Naast het wildlife zijn de uitzichten echt spectaculair op deze farm. Tijd voor een sundowner. Even kort vooruitblikken. Deze reis net begonnen. Wat wordt het meest avontuurlijk in deze reis en wie gaat het van jullie ondergaan? Als je de vraag zo stelt, is die zuiver retorisch, je moeder? En wat weet ik niet. Dus we gaan het zien. Okay. Ik wil hier niet ja, zo zitten. Ja. We vinden het heel gevaarlijk. Ik vond het geweldig. Dit is een soort homestay, maar dan bij een boerderij. Mensen waren uiterst en meer dan uiterst gastvrij. En verder een waanzinnig uitzicht. Je woont en je leeft hier helemaal buiten. Ik vond het een geweldige ervaring, zeker om mee te beginnen. In de volgende aflevering reizen we af naar Lesotho en staan mijn ouders oog in oog met het rapalje van Fox vakantiereizen. Loopt dat goed af? Je ziet het in de volgende aflevering. Vond je dit een leuke video? Klik dan hier door naar de volgende. Wil je een ander land zien, een andere serie? Klik dan daar. Vergeet niet te subscriben. Hier kun je de website bezoeken. Safari Gemma. Hope to see you soon in Africa.